De oude kerk in Oosterbeek werd gebouwd in de 10e eeuw, in het toenmalige midden van het dorp Oosterbeek, aan de rand van de uiterwaarden. De zaalkerk werd uit tufsteen opgetrokken. Rond de 12e eeuw werd het koor aangebouwd en de kerk kreeg haar toren in de 14e eeuw. In de 15e eeuw maakte het Romaanse koor plaats voor een gotisch koor. In het midden van de 19e eeuw werd de kerk vergroot met een dwarsschip en plaatste men in alle buitenmuren gietijzeren ramen. In de huidige vloer zijn nog de contouren te zien van apsiden, nisvormige ruimten die het koor van de kerk afsloten. Precies in het midden van het oudste deel van de kerk bevindt zich in de vloer een nis, waarin een urn gevuld met as werd aangetroffen. Studie naar de herkomst heeft uitgewezen dat deze as waarschijnlijk van de inwijdingsceremonie van de kerk afkomstig is. Het was gebruikelijk dat een bisschop een askruis op de vloer legde, daarin in twee talen een tekst schreef en daarmee was de kerk officieel gewijd. Tijdens de slag om Arnhem en in de daaropvolgende maanden werd de kerk zwaar beschadigd door het oorlogsgeweld. De kerk was een van de laatste steunpunten van de Britse Airborne Divisie, voordat zij zich in de nacht van 25 op 26 september 1944 over de Rijn moest terugtrekken. This force will be known as Lonsdale Force. My headquarters will be in the church here. The news of the Second Army is that their armored reconnaissance patrols have reached the far side of the river. Get yourselves damn well dug in and shoot to kill. I'm going off on a reconnaissance now. En good luck to you all. De Statenbijbel uit 1660 beschadigde oorlogsgeweld als mede de koperen kaarskronen bleven behouden. De voor ons land unieke kerk is tijdens de restauratie teruggebracht naar de situatie van de 14e eeuw.